Reg volgens Amerikaanse tijdschrift, wat al sedert 1967 twee keer per maand uitgegeven wordt tot vandaag toe, Psychology Today, wordt verhoudings of die vermoe om een verhouding, een gezonde verhouding, een liefdevolle verhouding, te vorm aangeleer. Word nie gebore nie. En die meeste mensen, volgens hulle, en denk ons weer het ook, word of moet constant aan hierdie vaardigheid werk om een verhouding te laten floreren. Nou, ons allemaal, ons hele leven is gebaseerd op verhoudingen. Verhouding met jouw huisgezin, met je familie, met je vrienden, met je buren, met je werkgever, met je werknemer. Je verhouding met God. En om verhouding te kunnen hebben, kom ik gebruik die woord, een gezonde verhouding te kunnen hebben, moet ik tijd spanderen met die persoon. Om een verhouding te kunnen opbouwen of heen, moet ik mijn ervaringen deel met die persoon. Om een verhouding te kunnen hebben met iemand, moet ik die persoon respecteren. Ik moet die persoon vertrouwen. En dan om een gezonde verhouding op te bouwen of te troetel of te heen, moet ik met die persoon, met hom of haar, kan communiceren. En ons leven vandaag in de wereld, waar ons allemaal een tijd is voor elkaar, is het niet? Waar ons al minder met elkaar communiceren. Waar ons al minder respect heeft voor elkaar en elkaar vertrouwen. En teendeel ons wantrouw elkaar van nature. Twee van die top 10 redes volgens die tijdschrift waarom verhoudingen misluk, is die gebrek aan communicatie en die gebrek aan vertrouwen. Daar is nog 8 volgens die tijdschrift. En as jy gaan Google en jy lees die webtuistes oor verhoudingen, dan is daar een gouden reel wat hulle sê, wat al die webtuistes aangee, hulle sê, moet nooit die persoon in 'n verhouding met wie jy is, alleen laat voel, vooral als jij daar is nie. Nou, ons kan baie lees oor verhoudingen, boeken, tijdschriften, maar wat sê die Bijbel oor verhoudingen? Ik ga vir jy vluchtig lees, hoef jy te volgend, ons gaan vandag baie lees in die woord. Ek gaan een paar verse lees, luister net, wat sê 1 Petrus 4 vers 8 oor verhoudingen. Daar staan, bo alles moet julle mekaar hartelijk lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Efesiërs 5 vers 21 sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees goedgesind en hartelijk teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoor jy dit? Die woorde, om een gezonde verhouding volgens die Bijbel te kan hê, moet jy liefde hê, eerbied betoon, onderdanig wees, goedgesind wees, hartelijk wees en vergevensgesind wees. Daar is nog baie. Ek lees vir jy Romeine 12 vers 9 en 10 staan die volgende. Die liefde moet oprecht wees, verafskie wat sleg is en hou vast aan wat goed is. Betoon hartelijke broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, laat ons ook na mekaar omsien, door mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samenkomsten van die gemeente af wegbly, soos partij dat gewoonte ag nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en des te meer naarmate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons moet in een verhouding staan waar ons mekaar kan aanmoedig. Efesiërs 4 vers 2, wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. En dan Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag
as homself. As ons daar die goed toepas, wat die woord praat hiervan, onselfsugtig, nederig, liefde, opreg, eerlijkheid, dan sal een verhouding floreer. Maar nou, in die laatste dag waar ons nou verkeer, ons sê met mekaar baie, dat ons staan in die laatste dag, die wereld val uit mekaar. Is dit nie? Is dit kritisch, dis levensbelangrijk dat ek en u een verhouding met God sal moet hê. Ek wil bijvoeg die rechte verhouding. Want die rechte verhouding impliseer dat ek kan een verkeer een met God hê dan nie. Kom ons blaai na Timoteus 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Lees 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Ek lees daar van vers 1, 2 Timoteus 3 staan die volgende. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van godsdienst sal nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. As jy daar lees, as ek daar lees, ons wil graag kyk na woorde soos bandeloos en wreed om onsself te verontskuldig. En jy kyk na die woorde soos liefdeloos, verraaier, kwaadprater, beledigend, selfsugtig. Dis die goed wat die Here vir my sê, die wet, kyk na jouself. Nou die vraag is dan, het ek 'n regte verhouding met God? Het ek die regte verhouding met God, daardie verhouding wat my sal verhoed om selfsugtig te wees, om groot te praat, om mense te beledig, om kwaad te stook? Sal my verhouding met God, dis waar ek op pad is, my regtig help om te hoor wanneer hy met my praat? In die tyd van vandag waar ons so besig is en so geraad, daar is gedurig iets aan, gaan ek hoor as hy met my praat? Gaan ek weet, hierdie is God wat praat? Of sal ek, soos daar in Timoteus staan, die skyn van godsdienst, maar die krag daarvan nie ken nie? Kom ons blaai na Johannes 16 vers 1 tot 7 asseblief. Johannes 16 vers 1 tot 7. Ons is bezig om te kyk en hopelijk te werk na die gedagte van een verhouding. Een verhouding, die regte een, met God. Johannes 16 vers 1 tot 7 staan daar. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs een tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy in diens aan God bewys. Dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê dit vir jou nou, of vir julle nou, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit nie gesê van die begin af nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe, wat my gestuur het, sê Jesus. En toch vraag niemand van julle, waar gaan jy nie? En dan belangrik, nou vers 6 en 7. Maar omdat ek dit vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid, toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, Heilige Gees,
nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle stuur. Nou, in daardie gedeelte, liewe vriende, is dit baie duidelik, dat Jesus wil hê, ons moet in verhouding hê of opbou met die Heilige Gees, met God. Maar die vraag is nou wat ek myself vra, is staan ek, en ek kan vir u vra, staan u in die regte verhouding met die Gees, met God? Dalk daar die verhouding reg begin, maar dalk het hy verander, een ongezonde een. Nou, hoe weet ek? Hoe weet ek dat ek is dalk in verhouding met God, wat die verkeerde een is, wat ongezond is? Ek het hier 5 tekens. Daar is dalk baie meer. 5 tekens waarin ek kan agterkom dat my verhouding met God is die verkeerde een. Wanneer ek of ons slegs God se werk, sy dade ken, maar nie sy wee nie. Dis 'n teken. Dit beteken alles wat ek ervaar persoonlik kom van God. Dit aanvaar ek. Die rest daar buite maak ek af. Kan ek net alles wat ek persoonlik ervaar as van God sien en die rest afmaak? Nee. As dit 'n geval is, dan staan ek in 'n ongesonde verhouding met God. Wanneer ons getuienis vergelyk in plaas van getuienis deel, dan is ek mos op 'n pad van kompetisie dan nie. Ek sê dan liewerste dat God niks doen nie, af wat hy deur iemand anders werk. As ek so 'n verhouding het met die Here, dan is daai verhouding verkeerd. Die nodigheid om sy teenwoordigheid te voel, om sy liefde te voel, is verkeerd. Ek het nie nodig dat ek moet voel God is by my om te weet dat my lief nie. God het ons lief ten spyte daarvan. As ons wil hê dat andere moet hoor wat God in en deur my doen in plaas van om te sien wat God in my doen, dan is daar die verhouding met God nie reg nie. Met ander woorde, dit gaan oor uiterlike vertoon in plaas van innerlike verandering. En wanneer ons dinge vir onsself wil hê wat ons nie bereid is om vir ander te aanvaar nie, met ander woorde, ek is afgunstig. As ek so 'n verhouding het waar ek nie die seëninge van God op ander mense kan waardeer en geniet nie, ek is selfsugtig, dan is my verhouding met God die verkeerde een. En die vraag is dan, wat is die regte verhouding met God? En hoe bou ek daardie verhouding? Wel, ons het klaar die vraag gevra. Ek gaan die vraag vra, spandeer ek genoeg tyd saam met God? Ons lewe in 'n besige wêreld. Ons het vanoggend gehoor in die Sabbat les ook. Of in die lesstudie. Spandeer ek genoeg tyd saam met God? Kommunikeer ek met God? Het ek respek vir God? Vertrou ek God? Deel ek my ervaringe met God? Daar's 5 van hulle. Ons kan nie al 5 bespreek nie. Ek wil graag net by een vas staan vanoggend, net so kortliks. Ek wil kyk na my kommunikasie met God. Kommunikeer ek genoeg met God? Jakobus 5 vers 16 sê die volgende: Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Matteus 6 vers 5 tot 7 sê: En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes wat hou daarvan om in sinagoges en die hoeke van strate te staan en te bid nie, om deur mense gesien te word nie. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle hulle loon weg het, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur agter jou toe en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader
zal jou openbaar vergelden. Efesiërs 1 vers 18 en 19 sê die volgende: Ek bid dat hy julle die Jesus oor sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rijkdom daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in ons wat glo. Matteus 11 vers 24. Ons is bezig met die woord communicatie. Die vraag is, communiceer ik genoeg met God? Matteus 11 vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en dit sal so wees. Psalm 17 vers 6, nog net twee van hulle. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister toch na my en hoor wat ek sê. En dan Jeremia 29 vers 12, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Nou, dit is baie duidelik, om met God te communiceren, moet ek in gebed wees, gedurig deur met God. Ek moet bid. Maar communicatie is mos twee richting dan nie. So die andere vraag is, wat moet ek nog doen? As ek met my metgesel, met my man, met my vrou, met my bure, my werknemers communiceer, is daar gewoonlik 'n tweerigting gesprek. So ek moet bereid wees om te kan luister. Luister, en ek kyk na myself, en ek dink baie keer, as ek op my knie gaan en ek bid, is daar gewoonlik 'n lys van goed wat ek graag vir die Here wil hê, wat ek gee. Ja, daar is 'n resep van hoe mens reg bid. En dan staan ek op, en dan gaan ek aan, en ek maak nooit genoeg tyd om te luister, as God wil sê, ja, dit weet maar, dat is ek aan die gang. Hoe praat hy met my, as ek nie tyd maak om te luister nie? En dan kla ons, ek baie keer, maar God verhoor in my gebede, ek weet, baie keer, dit vat tyd. God sê nooit dadelijk ja of nee nie, dit vat baie keer jare. Maar hoe weet ek as ek nie luister nie? Nou David het hierdie vermoë reeds vroeg aangeleer. Kom ons blaai na 1 Samuel 22 asseblief. 1 Samuel 22. Ek gaan daar lees vers 19 en dan gaan ek lees 1 Samuel 23. Ek wil graag die agtergrond skets by 1 Samuel 22 vers 19 en dan gaan ons blaai na die volgende hoofdstuk 23. 1 Samuel 22 vers 19 sê die volgende: Ook die priesterstad Nob het hy met die skerwe van die swaard verslaan, man sowel as vrou, kind sowel as suigeling, ook die beest en die esels en die skape met die skerpte van die swaard. Vers 20: Maar een van die seuns van Abimelech, die seun van Ahidub, het vrygeraak en sy naam was Abjatar. Hy het agter Dawid aan gevlug. En ons sien, hier is een geveg gewees, hier was een oorlog, een persoon vlug, en hy vlug na David, en ons tel die story op by hoofdstuk 23, maar voor ons daar kom, hier is een geval waar die Filistyne die stad Keila aanval. David met sy bende van 600 is die vlug. Hy vlug van wie? Hy vlug van Saul. Hy vlug van sy lewe, op sy rug veral, maar op die ander 600 is een teken en hulle word gejag, hulle word dag en nacht gesoek, want Saul wil vir David doodmaak. So nergens is daar rust nie. Nergens kan David net ontspan nie. Hy is gedurig aan die hardloop, hy is gedurig aan die beklei, sy pad op te veg. En nou kom daar een boodskap en daar word gesê, die Filistyne val die stad aan, jy moet kom help. As David ek was, sou hy gesê het, Here, ek is daar nou baie besig. Ek het die tyd, nou regtig, ek dink nie, dit kan nie u wees nie, ek vlug my lewe. En wat doen David? Kom ons blaai in hoofdstuk 23, en ek lees daar van vers 1 tot by vers 13. 1 Samuel, hoofdstuk 23, staan die volgende.
Maar moet niet vergeten, ons is bezig om te kijken naar verhouding, naar communicatie, naar die rechte verhouding met God. Ik lees vanaf vers 1. Intussen het is aan David meegedeeld en gesê, kijk, die Filistijnen vecht tegen Keila en hulle plunder die dorsvloere. Toe raadpleeg David die Heere en vraag, zal ik gaan en daar die Filistijnen verslaan? En die Heere sê vir David, gaan en verslaan die Filistijnen en verlos Keila. Daar is die eerste ding. David hoor hierdie stem van God. Hij is in een verhouding met God, wat hij weet, hier praat God. Want hij heeft van kinds af geleerd om te communiceren met God. Communicatie, hij praat, maar hij luistert ook. En hier praat, hij maakt die tijd om ten spijte van zijn bezige schedule, van die teken op zijn rug, van zijn vluchtelingsstatus, maak hij tijd om God te raadplegen en sê, Heere, moet ik of moet ik niet? En Heere sê, ja, gaan. Maar die mannen vers 3 van David sê vir hom, kijk, hier in Juda is ons al bevries. Ons is klaar in gevaar. Ons bly hardloop, ons bly beklei, ons bly vech, ons bly in die weg kruip. Hoeveel te meer dan as ons na Keila trek in die slagorders van die Filistijnen? So dan sê vir David, jongens, hier seker het God reg gehoor. Ons is al klaar in die hardloop. Ons is al klaar bezig. Ons is al klaar so aan die gang. Vers 4. Toe raadpleeg David die Heere nog weer. En die Heere het hem geantwoord en gesê, maak klaar, trek af na Keila, want ek gee die Filistijnen in jou hand. En daarom het David met zijn mannen na Keila getrek en die Filistijnen geveg en hulle vier weggedruiven en een groot slag onder hulle geslaan. So het David dan die inwoners van Keila verlos. Vers 7. Daarom kry Saul bericht dat David in Keila gekom het en Saul sê, God het hom in my hand op oorgelever, want hy het homself opgesluit doordat hy in de stad met poorte en grendels ingegaan het. Ek het dit nie opgetel, maar ek het nou op toe ek het lees. Het was nie deel van my boodskap nie. Het Saul die rechte verhouding gehad met God? As hy in hierdie gedagte, hierdie veldslag lees, dat God het David in sy hand gegee, het ons twee mense, David en Saul, albei glo, hulle het die rechte verhouding met God. Net een het. Kan ons daar, kan ek daar dieselfde fout maak, so Saul, dat ek denk, maar ek tree op vir God, God sien my, ik lees vanaf vers 8. Daarom het Saul al die manskappe vir die geveg opgeroep om af te trek na Keila ten einde David en sy manne in te sluit. Toe David gewaar dat Saul onheil teen hom beraam, sê hy aan die priester Abiatar, bring die skouerkleed nader, en David sê, Heere, God van Israel, u knecht het verseker gehoor dat Saul na Keila wil trek om die stad om my onwil te verwoes. Sal die burgers van Keila my in sy hand uitlever, vraai, sal Saul afkom soos die knecht verneem het? Heere, God van Israel, gee u knecht dit toch te kenne. En toe antwoord die Heere, hy sal afkom. Vers 12. Daarop sê David, sal die burgers van Keila my en my manne in die hand van Saul uitlever, en Heere antwoord hulle, hulle sal julle uitlever. En dan vers 13, en David het klaargemaakt met zijn mannen omtrent 600 man. En hulle het uit Keila uitgetrek en rondgetrek, waar hulle maar kon. Toe Saul berig ontvang dat David uit Keila ontsnap het, het hy opgehou om uit te trek. So wat doen David? In een veldslag waar hij om zijn leven beklei, in een stad, om een stad te help wat hem in elk geval zou uitlever, maak hij tijd om tot God te bid en te vraag, Heere, wat sê u? Heere, is dit waar? En elke keer antwoord God om. So die vraag is, wat moet ik doen? Wat moet ik maak om rechtig een verhouding met God aan te kweek, een verhouding met God te bouwen, waar ik weet
dat als God praat en ons het nodig, ik het nodig, in die tijd om God sy stem te hoor. Maar daar is so baie geraas in die wereld. Daar is altijd iets aan die gang. En baie keer ons eie skuld. Want ons het verleer om stil te worden. Daar moet iets aan wees. Die radio, die televisie, die cellfoon, die tablet. Als ik nou hier moet stil word, en ik moet stil staan en niks sê vir die volgende minuut nie, gaan nie ongemakkelijk raak. Want stilte is ongemakkelijk baie keer. So ek moet dit aanleer om een luisterende hart te kweek. Want God het nodig om met mij en met u te praten in die tijd waarin ons leef. Kom eens blaai naar 1 Konings 19 vers 11 tot 13. Ons lees baie vandag in die woord en dit is wat ons nodig het. Om te lees en te bid. Te lees en te bid. Te luister. Te bepeins, te dink oor wat God sê. 1 Konings 19 vers 11 tot 13. In Konings 19 vers 11 tot 13, maar die Heere sê vir hom, hy praat nou met Elia, kom uit en gaan staan op die berg voor mij. Die Heere, ek wil voorbij gaan. En skielik was daar een baie sterk wind, ons ken die gedeelte, wat die berg stukken geruk en die rotse gebreek het voor die Heere, maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving, vers 12, was daar een vuur, maar in die vuur was die Heere nie. En na die vuur was daar een fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het is sy gezicht met sy mantel toegemaak, en by die bek van die grot gaan staan, en toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? God gaan met ons praat, maak nie saak waar ons is nie, by die werk, by die huis, by die sportveld, waar ons is. Maar het is baie moeilik om God te hoor, as daar een gedruis is, as daar een geraas is. Ons moet stil word. God verkies om te praat in een sagte stem. En die vraag van myself vanoggend is, gaan ek, het ek die vermoë, gaan ek een luisterende hart aankweek, dat ek een verhouding met God kan bou, waar ek hom vertrouw, waar ek respect het vir hom, waar ek met hom alles deel, waar ek tyd maak vir hom, waar ek communikeer met hom. Dat ek kan praat, maar ek moet luister. Ek moet tyd maak vir God. Stilte, tyd. Jy moet onthou dat allemaal van ons hier, allemaal van ons wat die Heere ken, allemaal wat de verhouding met die Heere soek, God wil jou gebruik. God wil my gebruik, maar baie keer is ek in die pad. Ek is meer een struikerblok vir hom, omdat ek my eie goed wil doen en ek hoor, in plaas van stil raak, en sê, Heere, wat wil jy, moet ek vir jy doen? Jeremia 25 vers 1 tot 4, gaan ek vir jy lees. Jeremia 25 vers 1 tot 4. In die vierde regeringsjaar van koning Joakim van Juda, luister baie mooi, seun van Josia, dit was die eerste regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babel, het daar een woord tot Jeremia gekom, teen die hele volk van God. God sê vir Jeremia, gaan en gaan praat met die volk Juda, en sê die volgende vir hulle. Die profeet Jeremia toe vir die hele volk Juda, en vir al die inwoners van Jerusalem gesê, van die 13e jaar van koning Josia van Juda, seun van Amon,
af tot nou toe, 23 jaar lang, het ek die woord van die Here tot mij gekomen. Ik heb vroeg en laat met jullie gepraat, maar jullie het niet geluisterd. Nie. 23 jaar lang. Hoe lang praat die Here aan met mij? Hoe lang praat hij aan met u? 20, 30, 40 jaar? Maar ons het niet geluisterd. Nie. Vers 4. Die Here het toe vroeg en laat sy dienaars, die profete, hulle toe gestuur, maar jullie het niet geluisterd. Nie. Jullie het eerst probeer luister nie. Het is baie keer een besluit van ons. Ons wil nie hoor nie. Dit is te lekker waar ons is. Dit is gemakkelijk waar ons is. Of ons denk, dit maak nie saak nie. Die Here sal bly praat. Ergens gaan die Here ophou praat. En hy gaan stil bly en jy gaan nooit weet wat jy gemis het nie. Ek gaan nooit weet wat ek gemis het nie. En die vraag is dan, waarom? Voor 23 jaar lang kom die profeet Jeremia en hij praat met Juda en hij sê, dit is wat God sê en hy het nie geluister nie. Waarom? Waarom? Hy het nie geluister nie, omdat die woord van God vir hulle geen krag het nie. Hulle wou nie luister nie. Daar was geen gesag in Godse woord vir hulle nie. Het afgemaakt als een kleinigheid. Dat David kon gesê het, Here, rechtig, ek is aan die vlug van mijn leven, ek is bezig, Here. Dat morgen, gee my een kaas hier net vir volgende week. Die Here praat met mij en hij praat met u, en hij sê, die weet, luister jy? Ek kan vir hom sê, Here, maar ek is bezig. Ek is ook so bezig, maar ek is bezig. Ek werk, sta vroeg op. In verkeer, en kom by die huis, en daar is altijd goedjies om te doen. En dan televisie aan, en radio aan. Ek is bezig. Dan sê hy vir my, luister. Hoekom wil God hê dat ons moet luister? Want God het een boodskap vir my en vir u. Hy het een boodskap vir ons allemaal hier. En hy kan net door ons werk en sy wil dat geskied as ons luister. Ons het nodig, ek is amper klaar, ons het nodig om een verhouding met God aan te kweek. Die rechte verhouding. Het is baie gevaarlik as ons in een verkeerde verhouding met God staan, so Saul, wat denk jy, Here, hier gee jy David in my hand. Ons hoor baie keer dat mense is oprecht, maar oprecht verkeerd. Ek, en ek hoop jy, moet gaan, en op ons knieën gaan, en rustig raak, en stil raak, en sê, Here, as ek in een verkeerde verhouding moet hier staan, asseblief, wys my. Dat ek daar die vyf, en daar is daar baie meer, kan regmaak. Gaan nie oor my nie, gaan oor u. Hoef nie te wys nie, mense moet kan sien. Ek wil afsluit met Jeremia 29 vers 12 en 13. Nie daar twee verse, ek kan maar luister, as jy wil. Ek kan opmaak met die Bybel ook. Jeremia 29 vers 12 en 13 sê, die Here praat met elkeen van ons. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Vers 13, julle sal vra na my wil en julle sal my dan om my wil ken as julle my met julle hele hart daarna vra. Ons het, ek sê nou ons, en ek is maar myself, hierdie is maar my boodskap. Ons het nodig om rechtig stil te raak in hierdie tyd. Ons het vanoggend gehoor, Werner gepraat van hoe vinnig tyd omgaan, daai klein ding in jou arms, is net so, is dit
laerskool, hoërskool. Ek kyk na myself, ek kan nie glo daai voetjie op my voordeur tafeltjie. Ek lyk lankal nie meer so nie. Ek voel soos gister. Die vraag is, wanneer is het te laat? Kom ons maak tyd. Kom ons maak tyd vir die Here. Kom ons kommunikeer met God. Kom ons bou die regte verhouding met die Here. Kom ons begin vandag. Kom ons maak tyd. Kom ons sit tyd op sy. Tyd vir stilte tyd, vir gebed, vir Bybel lees, vir Bybelstudie. Tyd om te luister. Ons mis ek, mis so baie. Omdat ek nie hoor nie. Almagtige Vader, Here, ons gebed is dat U ons sal rustig maak, dat U ons sal stil maak. U sê in U woord, raak stil en weet dat ek God is. Vader, ons is te besig. Ons maak onsself te besig. Ons het nodig om te luister. Wil U ons regtig tot ons harte spreek, Here, dat ons tyd sal maak vir U, tyd om te kommunikeer met U, Here. Ons het nodig om te luister. Wil U ons wees die rest van die week, wil U ons seën, bid ek in Jesus naam. Amen.